Maar de tijden zijn dus aan het veranderen. En dat merken ze ook bij de landmacht. Merk je dat er meer waardering is nu? Voor de... Ja, dat merk ik zeker. Ik heb in het verleden ook wel situaties meegemaakt waarin er heel weinig waardering was. En dat ik zelfs in mijn militaire uniform buiten liep. En dat je wordt uitgescholden, dat mensen grapjes maken. Dus het is echt wel anders geweest. En ik ben nu eigenlijk wel weer trots om in mijn pak te lopen. Niels van Woensel is voorzitter van de gezamenlijke officierenvereniging en hij werkt voor de vakbond. Zelf werd hij uitgezonden naar Afghanistan en in zijn 25 jaar bij Defensie heeft hij veel bezuinigingen meegemaakt. Hoe is Defensie onze krijgsmacht er nu aan toe? Ja, eigenlijk gewoon heel slecht. En dat roepen we ook al jaren. Als je kijkt dat 50% van het materieel niet inzetbaar is. Als je kijkt dat we eigenlijk nog niet de voorraden hebben om de dreiging die we nu hebben, die eerste hoofdtaak, het verdedigen van je eigen grondgebied, om dat goed te kunnen doen. Die spullen hebben we gewoon niet. We hebben de voorraden er niet voor, we hebben het materieel er niet voor. We hebben geen krijgsmacht waar je nu een oorlog mee kan voeren. Dus je moet de boel op orde brengen, maar je moet natuurlijk naast die boel op orde brengen, moet je ook investeren in de toekomst en gaan nadenken van wat is die krijgsmacht van de toekomst, welke spullen willen we daarvoor hebben. Na jarenlang aan de bel trekken komt dat geld er dus eindelijk. En nu is het zaak om het slim uit te geven en een lange adem te hebben. Als je nu munitie bestelt, dan ga je dat niet binnen 5 jaar geleverd krijgen. Alle landen binnen de NAVO gaan nu investeren. Dus de levertijden, de prijzen gaan omhoog. Dus we zitten nu wel op een kantelmoment dat er echt voor het eerst zoveel geld bijgekomen is dat we dat in de toekomst wel kunnen gaan doen. Maar mensen moeten geen wonderen verwachten dat we dan over 2 jaar er wel staan. Dat gaat jaren overheen. Maar dat geld komt er. Ja. Dus dan is de vraag, waar moet het naartoe? Als het gaat om je militaire veiligheid, dan is de NAVO nog steeds de hoeksteen van die veiligheid. Dus ik vind ook dat we richting de NAVO ook een betrouwbare land moeten zijn, een betrouwbare partner. Hopelijk doen we dat zo meteen door in ieder geval naar die 2% ondergrens te gaan. Maar het schuurt eigenlijk overal. De gebouwen die vallen bij wijze van narigheid vallen die uit elkaar. Ik heb zelf nog in legeringsgebouwen gezeten waar je eigenlijk nog niet eens vluchtelingen in zou zitten. Laat staan dat we onze Nederlandse militairen daarin zetten. Maar het schort ook op onze IT. We hebben verouderde IT. Het is gewoon niet meer met de ontwikkelingen die op IT-gebied zijn. En die gaan natuurlijk gigantisch snel. Ja, wij kunnen daar gewoon niet meer in meekomen. Dus je wil dat ook op dat soort gebieden het gewoon in orde is. We moeten ook weer zorgen dat we dit soort grote conflicten die nu in Rusland, door Rusland gevoerd worden, dat we daar ook tegen bestand zijn. Zelfs met de nieuwe beloofde miljarden voldoen we nog steeds niet aan de NAVO-norm. Waarbij de NAVO-landen allemaal 2% inleggen van hun bruto binnenlands product. We moeten geen 13 miljard uitgeven, zoals we nu van plan zijn, maar minimaal 15 miljard.